Annette, je bent ondernemer en boerin van natuurderij Keizersrande. Wat is een natuurderij? Een natuurderij is een boerderij die natuur produceert. Ja. Dus behalve melk en vlees produceren we ook natuur. Maar ik heb informatie gelezen en dat heeft te maken met een kringloopsysteem. Want dat is anders wat andere boeren doen. Ja. Wij verbouwen hier zelf het voer wat we nodig hebben voor de koeien. En we voeren geen mest aan van buiten en geen veevoer aan van buiten. Jullie willen ook echt mensen in het bedrijf halen om dingen te laten zien, hè? Ja, dat vind ik zelf wel heel leuk. Om mensen te laten zien wat we doen, waarom die boerderij hier staat. En een beetje te vertellen over hoe mooi het vak is. Maar ook hoe belangrijk het is dat de natuur beschermd wordt. En ook dat ruimte voor de rivier hier in Deventer, dat hier ook zichtbaar is. En waarom dat gedaan is. Ja, want er horen ook nog wandel- en fietspaden bij. Ja. Een groot gedeelte van het bedrijf is gewoon openbaar toegankelijk. Met bedrijf bedoel ik dan de grond eigenlijk. Daar liggen wandelpaden op. En mensen kunnen door de weilanden langs de akkers lopen. Eigen hooi, eigen stro, mooie schuur, leuke kalfjes. Het is ook het soort wat hierbij past, hè? Wat voor soort is het? Mazarijn en IJsselvee. Ja, en hoeveel heb je er? 60 melkkoeien en ongeveer net zoveel jongvee. Ja, nou krijg ik de indruk dat jij hier altijd alleen maar leuke dingen doet. En dat is ook heel aantrekkelijk. Maar kun je er goed van bestaan? Ja, kan ook goed. Dat moet ook. Anders is het niet meer leuk. Nee, maar hoe kan het dat jij dat met zo weinig koeien kunt en anderen zoveel koeien nodig hebben? Ja, dat komt omdat mijn koeien melk geven. Een heel stuk minder dan gangbare koeien. Maar ik krijg veel meer voor de melk. Dus vraag naar de melk die ik hier produceer. De kostprijs is ook heel laag. Ze lopen buiten. De koeien halen zelf hier het gras uit de wei. Mm-hmm. Ze brengen zelf de mest naar de wei toe. Dus dat is veel goedkoper dan dat je ze binnenzet en gaat voeren. Is een leermomentje voor andere boeren? Iedereen moet het op zijn eigen manier doen. Maar dit is de manier die hier het beste past en mij ook het allerbeste bevalt.